echte vrijheid laat zich zien of uitzicht door dienstbaar te zijn. Daar hebben we het de laatste keer over gehad. Als je echt vrij bent, dan doe je niet wat je wil. Maar echte vrijheid laat Christus zien door juist constant bezig te zijn met de wil van God. Dat is vrijheid. En vandaag zullen we dieper nadenken wat het nou betekent om vrij te zijn in Christus. En wat het betekent om werkelijk Christus lief te hebben. En broeders en zusters, mijn gebed voor vandaag is dat we als gemeente vandaag zullen herontdekken of ontdekken wat een christen is. En waaraan je een christen kunt herkennen. En als er iets is waar je kunt weten dat je een christen bent, is dat een christen een leven ervaart waarbij de vijand altijd op de loer ligt. Als je werkelijk een christen bent, dan moet je dit herkennen. De vijand ligt altijd op de loer. Zoals een soldaat altijd op zijn hoede moet zijn voor een vijand, als hij in vijandig gebied zit, zo moet de christen altijd letten op gevaar. En het verschil van zo'n christen en een soldaat is eigenlijk dat een soldaat een externe vijand heeft. Hij heeft vijanden buitenom zich, maar een christen, zijn grootste vijand, die zit binnenin. Elke christen die vecht constant tegen datgene wat helemaal niet bij God hoort, maar er toch is. De titel van deze preek is daarom de Heilige Oorlog. Het gevecht tegen het vlees. Laten we lezen. Vanaf vers 16 tot en met 24. Maar ik zeg u, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn. Namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme. Onenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke, waarvan ik u voor zeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen het koninkrijk van God niet zullen beërven. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Tot zover. Ik heb 3 punten opgeschreven. Ik weet niet of ik ze alle 3 ga halen, maar de eerste is buigen voor de geest. Vers 16 tot 18. Buigen voor de geest. Vers 16 tot 18. Het tweede punt waar ik met jullie over na wil denken is het resultaat van het leven in het vlees en een leven door de geest. Vers 19 tot 23. En het derde punt waar we over na hopen te denken is het kruisigen van het vlees. Vers 24.